28e editie van de Roeiregatta Drimmelen. Ik zit hier bij de organisator Marnix Thijssen. En ik wil vragen hoe het met de deelnemers is. Dat je genoeg deelnemers gekregen hebt van jou weer. Ja, zeker. We hebben dit jaar 31 deelnemers en we hebben 18 boten in totaal. Dus we hebben zelfs nog twee boten van Zelmans moeten bijlenen, omdat we te weinig boten hadden. Dus dat is alleen maar hartstikke mooi natuurlijk. Ja. En je hebt ook weer verschillende klasses zoals de andere jaren? Ja, zeker. Ze zijn nu ook allemaal goed gevuld. We hebben één boot gemixt duo, twee boten dames duo, vijf boten heren solo en 10 boten volgens mij heren duo. Ja. Ja, dus alle de klassen zijn goed bezet, ja. Jullie liggen hier mooi op een rij. Hoe gaan we nou starten? Want dat moet natuurlijk wel vastgelegd worden. Ja, zeker. Nou, we hebben gekeken hoe de boten liggen. En gewoon degene die als eerste start, die heeft ook de eerste boot in de rij. Dus op die manier schuift het allemaal mooi op. En moet het goed komen zometeen, ja. Ja, ze hebben allemaal de eigen starttijd, begrijp ik dan. Ja. We starten net als vorig jaar om de 2 minuten en dat wordt dan netjes teruggerekend naar netto roeitijden zometeen. En dat wordt dan zometeen om de 2 minuten is het dan weer starten. Ja. Okay, ik gaf het jou solo in ieder geval. Nou, in ieder geval heel veel succes. Je hebt er mooi weer bij. We gaan nog even een rondje maken en we zien je straks dan in actie. Nou, bedankt. Dankjewel. Hier, ik sta hier bij een hele bekende sauwelaar ook van Drimmelen en Maarden. En die heeft nog meer dingen wat je allemaal kent, want ik zie wel dat je gaat roeien. Ga je solo of ga je dubbel? Ik ga solo roeien. Maar ik ga zeggen dat ik het kan, dat is helemaal niet waar. Hè? Dus, maar ik hoef niet per se eerst te worden, maar mijn zoon doet ook mee. En als ik maar voor hem ben, ben ik tevreden. Oh, dat is voor jou eigenlijk het ultieme doel van vanavond, kijken dat je de zwemver kan blijven. Ja, dat is eikpunt. Dat is eikpunt. Nou, wij houden het in de gaten, veel succes. Ja, dankjewel. We zitten hier weer bij de dames van de jury CQ de startcommissie. En ik zie dat jullie weer met kleurcodetjes werken en starttijden. Starttijden, kleurcodes is allemaal al verzorgd door Marnix, hoor. Dus er kant en klaar aangeleverd. Ja, blauw is de categorie solo's roeiers, de roze zijn de duo dames, groen is een gemengd duo en de gele zijn duo mannen. Dus als jullie fluiten iedereen weg, want ik zie wel dat de stopwoords eraan hangen. Kijk maar. Oké, hij staat nog op 0. Dus als Schrik de eerste weg gaat, dan begint hij, noteert de tijden. En straks de aankomst. Ja, ja. Precies. Ja. Nou, we zeggen veel succes. Ja, dankjewel. Is het een beetje te doen? Oh, ja? Ja, moet wel een rustbaan vasthouden, hè? Je bent het gelijk! Nog vol te houden, mannen.
Jolof, niet te veel over nadenken. Nee, ja. Wijn op de helft. Nadenken moeten we dat sowieso niet doen, want dan moeten we niet aan beginnen, hè. Maar zien we daar nou wat door die spiegels, hè? Dat wordt aan. Zeker. Ja? Oké. Okay. En heb je al wat gezien in uw spiegels? Ja, maar eigenlijk. Water. En regendruppels. Precies. En wat was nou jullie tactiek? Ja, wij hebben 20 kilometer gedaan. Oh, 20? Onze coördinatie was niet zo goed. Oh, ik heb hem 2 keren gedaan dan.
Anderhalf.